Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. De afgelopen weken is het veel gegaan over inflatie, die inflatie en vooral de angst voor die inflatie je had best wel behoorlijk effect op beurzen op aandelen heel veel aandelen stonden diep in het rood heel veel beurzen stonden trouwens ook best wel flink in het rood maar gelukkig zie ik ook wel weer wat lichtpuntjes dus laten we in deze video gaan kijken naar wat die lichtpuntjes zijn laten we ook gaan kijken naar aandelen en beurzen en de verschillen daartussen want dat werd de afgelopen week eigenlijk wel goed duidelijk vond ik en laten we gaan kijken naar wat transacties die ik de afgelopen week heb gedaan. Want ik heb ook geprobeerd om toch te profiteren van deze daling. Buy de dips laten we het noemen, zeg maar. Dus uh, laten we maar beginnen. En dan beginnen we bij de map van Finvis. En Finvis heb ik trouwens ook uitgelegd. Uh, vooral de screener trouwens in de afgelopen video's. Dus uh, ga die ook vooral kijken mocht je in, op zoek zijn naar interessante websites voor beleggers. Zijnde. Dit was dus gisteren. We zien heel veel groen. Tesla nog niet, ook olie en gas en zo was nog wat minder. Maar laten we dus gaan kijken naar de laatste week. Dan hebben we een, ja, best wel ander beeld, laten we het noemen. We zien best wel veel bedrijven in het rood staan. Alleen de gezondheidszorg deed het wat beter. Maar kijken hier weer naar Tesla: min 14%, maar ook gewoon uh, Google met min 4%. Apple met min 3,7. Microsoft met 2,7 in de min. Dus eigenlijk had iedereen, tenminste heel veel bedrijven, hadden er last van. Echt vanwege die inflatie, of die angst voor die inflatie trouwens. Uiteindelijk wist ook zeker dat de inflatie was vanaf afgelopen woensdag. Maar laten we gaan kijken naar year to date. Dus zeg maar het jaar tot, tot nu toe. De eerste 4, vier, 4,5 vier maand. Hebben we toch best wel een ander beeld. Bijna alle bedrijven staan wel in het groen. Amazon, Apple en Tesla. Vooral Tesla staat ook best wel flink in de min. Maar over het algemeen heb je een heel ander beeld. Dus het is zo. Um, dat is ook wel een beetje het verschil tussen aandelen en beurzen. Jouw aandeel of jouw aandelen kunnen best wel in de min staan, terwijl je op het nieuws hoort dat beurzen op op nieuwere records staan. Nou, hier zien we dat ook wel duidelijk. Kijk naar Google, bijna 30 meerwaard. meerwaarde. Google is wel een van de grotere bedrijven, dus dat heeft best wel een impact. En ook alle andere bedrijven staan best wel hoog. Dus misschien heb jij gewoon net een sector gekozen die hard wordt getroffen door deze. Ja, omdraai naar, eigenlijk een, uh, naar de oude aandelen, naar de dividendaandelen... waar vorig jaar tech heel populair was. Dus dat kan daardoor juist jouw aandeel harder worden afgestraft... en in het niet vallen bij de stijging van de beurs. En laten we nog even verder gaan kijken naar die verschillen bij aandelen... want zoals jullie ook hebben met veel posities dat je misschien wel in de min staat... heb ik dat ook, de posities die ik de afgelopen maanden heb gekocht... waren vaak wat posities voor de langere termijn... iets meer risico, ook allemaal een beetje rondom tech... Ja, daar gaat het gewoon een stuk minder mee. En gisteren zag je dat eigenlijk ook goed terug bij de aandelen uh, in mijn Yahoo-app, die ik als favoriet heb staan, zeg maar. Zag je best wel de verschillen tussen deze verschillende bedrijven. Want gisteren was een dag met best wel wat herstel op de beurs. De beurs zelf ging in de plus. Maar het liet wel, ja, zoals gezegd, duidelijk een verschil zien tussen die aandelen. Hier hadden ze een screenshot dus van gisteravond. Uh, Palantir, Nio, Square, Tesla, die staan in de min. Terwijl andere aandelen, ook tech-aandelen, juist in de plus staan. Nou, Diegenen die in het rood staan, die zijn bezig met, met crypto. Behalve Nio geloof ik. Maar ja, crypto ging hard onderuit. Dus daar worden misschien ten eerste deze bedrijven weer juist iets harder door getroffen. Maar het zijn ook juist deze bedrijven, deze techbedrijven, die op dit moment geen of in ieder geval zeer weinig winst maken. En waarvan de echte winsten dus nog in de toekomst liggen. Terwijl kijken we naar Facebook en Apple. Dat zijn ook techbedrijven, maar die hebben nu al winst en die hebben nu ook al heel veel winst. Dus je ziet wel een verschil komen tussen welke techbedrijven zijn nu al winstgevend of welke zijn dat pas in de toekomst. En degene die nu al winstgevend zijn, die gaan gewoon met de beurs omhoog en die laten groene cijfers zien op deze dag. Maar ik zie gelukkig ook nog wat lichtpuntjes. Uh, heel veel ging dus over de inflatie de afgelopen week. Afgelopen woensdag werd dat ook nog eens bevestigd, die... Die angst die er eigenlijk al was, want de inflatiecijfers vielen in Amerika veel hoger uit dan gedacht. Nou, daar schiet de 10 in de VS op omhoog. Uh, we zien dus eigenlijk die groene balkjes de afgelopen tijd hier aan het einde. Dat zorgt juist voor rode beurzen, maar we zien nu ook alweer twee groene balkjes, waarbij elk balkje, elke candle voor één dag staat. Dus eigenlijk alweer twee dagen een daling. Dus hier zien we het als rood, maar eigenlijk voor de beurzen, voor beleggers, is dat positief. Uh, vervolgens kunnen we ook naar de VIX-index kijken. Dat is de volatiliteitsindex van de S&P 500. Dat geeft dus eigenlijk de onzekerheid aan. En we zien hier echt een enorme piek afgelopen jaar, vooral in het begin dus van COVID. Daarna zien we nog regelmatig nog een piek gewoon. Om de zoveel tijd komt die en ook de afgelopen maanden nog. Uh, dit was al de derde weer dit jaar. Maar ook hier zien we dus weer een daling. En dat betekent dus dat er iets meer rust komt op de beurs. En dat vertaalt zich vaak dan weer in ja, positievere dragen. Groene cijfers dus. En tenslotte ging het de laatste tijd ook veel over grondstoffen. Want inflatie heeft gewoon ook te maken met stijgende kosten. Stijgende grondstoffen. Die worden doorberekend in de producten aan de consument. Die liepen de laatste tijd hard op. Maar ook hier zien we weer een daling de laatste week. Uh, waar ik het vorige week nog had over tarwe, uh, aluminium en dat soort dingen. Ja, hier zien we inmiddels ook weer dalingen van 7 tot 14 procent zelfs bij tarwe, haver en mais. Dus als we dat samenvatten dan zien we een daling bij de rente. De 10 jaarsrente van Amerika. Als die lager is zijn aandelen interessanter. Dus dat is positief voor de beurs. De volatiliteit neemt af. Ook dat geeft weer meer rust op de beurs. Dat is vaak beter. En we zien dus bij grondstoffen, dus eigenlijk drie dingen die voor beleggers zijn, de best wel positief zijn. Vanaf nu, de laatste paar dagen van tevoren, was dat dus een ander beeld. En dit wijst er misschien ook alweer op dat het een beetje de paniek weer over is. Dat we meer rust terugkrijgen en dat we dus weer ja, betere tijden gaan zien op de beurs. Want iedereen wist wel dat dit soort cijfers zouden komen, maar dan is het misschien hoger dan verwacht. Of toch anders dan verdacht. En ja, juist die onzekerheid, daar Schrikken wij toch weer van, en daar reageert de beurs nu natuurlijk best wel hard op. Dus ook al weet je dat het komt, je kunt het niet altijd plannen. Altijd een heel goed gezegde in de beurs: dat je eigenlijk toch nooit de timing goed krijgt. En dat blijkt nu ook wel weer. Dus eigenlijk de afgelopen weken hadden we te maken met een dip. Ik denk zelf dat het wel weer een beetje de komende dagen gaat stijgen. Dus. Um, heb jij de afgelopen dagen misschien kunnen profiteren? Oftewel, heb jij bij de dip gedaan? Nou, ik heb in ieder geval wat aandelen gekocht de laatste tijd. Anders dan bij vorige dips heb ik nu juist geen geld ingelegd, geen geld gestort... Maar ik heb juist uh, aandelen verkocht. Daar heb ik winst genomen. En dat geld heb ik gebruikt om andere nieuwe aandelen te kopen. Nou, wat heb ik dan verkocht? Nou, dat is basic fit. Voor degenen op mijn Instagram, die hadden dat misschien al in de gaten. Daar heb ik al gedeeld. Daar. Het was op 10 mei dat ik ze verkocht. Het waren 200 aandelen die ik heb verkocht. Dat is uh, de helft van mijn positie. Ik had er 400. Nu heb ik er nog steeds 200. Ik heb ze verkocht tegen 38,04 euro en cent per stuk. Oftewel 7608 euro in totaal. Ik ben nog wel van plan ze later terug te kopen. Ik, zoals ik al vaker zeg, ik geloof nog steeds in het bedrijf. Maar als je gaat kijken naar de grafiek, dan zie je gewoon telkens weerstand. Zo net boven de 38. Dus ik dacht, uh, laat ik het een keer gaan verkopen. En op een moment later, als het lager staat, weer te gaan kopen. Um, dat ben ik dus van plan. Al zie ik nu alweer dat. Het ...de aandeel een beetje aan het stijgen is. Dus even afwachten wanneer het, het juiste moment is. Want ook dat vind ik trouwens nog wel lastig bij Basic Fit. Zie ik ook in de reacties onder de video. Van dat het aandeel eigenlijk alweer hoger staat dan voor de crisis... Um, en ik ben ook, ja, dat zien we de laatste tijd al vaker gebeuren. Zo van uh, by the rumor, zelden news. Dus wat nou als volgende week de scholen weer open mogen gaan? Ik heb nog niet gekeken hoe het er precies in Frankrijk zit. Ook heel belangrijk voor basic fit. Maar is het dan niet zo'n moment dat mensen dan juist gaan verkopen waar de koers weer door daalt? Daar zit ik nog een beetje mee. Ik ga nog even een berekening maken wat ik denk dat de waardering, de eerlijke waardering voor basic fit is. En op basis daarvan. Denk ik dat ik de komende dagen eventueel weer in ga stappen, maar ik heb dus zeg maar 7600 euro om te besteden. Nou, wat heb ik dan gekocht? Ten eerste is dat Square. Een dag later op 11 mei heb ik vijf aandelen gekocht. Daarmee breid ik mijn positie uit naar inmiddels 45 aandelen. Nou, die vijf aandelen heb ik gekocht voor 1100 dollar ongeveer, uh, 211 dollar en 71 dollar per aandeel. Dat was de aankoopprijs voor deze vijf stuk's. Waardoor mijn nieuwe gemiddelde aankoopprijs uitkomt op 165 dollar en 45 cent. En deze positie nu dus een waarde heeft van 7400 dollar in mijn portfolio. De reden dat ik Square kocht, het is toch een techbedrijf wat werd, werd afgestraft. Uh, een maand eerder stonden ze nog bijna op de 280 dollar. Dus nu een stuk lager kunnen bijkopen, wel hoger dan dat ik al had. Dat is op zich niet zo erg, maar het is echt een bedrijf waar ik wel in geloof op de lange termijn. Um, en dan wil ik juist van dit soort dipjes profiteren om mijn positie in ieder geval uit te breiden. Maar omdat ik juist weer een los aandeel bij heb gekocht, dacht ik ook laat ik mijn ETF's uitbreiden. Dus ik heb VWRL gekocht, ook op 11 mei. 10 aandelen. Daarmee heb ik mijn positie uitgebreid naar 90 aandelen van VWRL op dit moment. Ongeveer dus 1000 euro hierin ingelegd. Want op uh, dat moment waren ze 94 euro en 49 cent per, uh, per aandeel. Nou, de nieuwe gemiddelde aankoopprijs komt daarmee op 80 euro. En, 71 cent. en de nieuwe totale waarde van de VWRL in mijn portfolio komt daarmee op 8500 euro. Want niet alleen tech-aandelen gingen onderuit, eigenlijk heel veel beurzen gingen de laatste dagen al onderuit. En dat heeft natuurlijk ook effect op een ETF zoals VWRL. Ook daar zagen we dus een beetje daling. En dus op die manier heb ik wel kunnen profiteren van een dip in het aandeel. Uh, maar het is wel een heel breed gespreid aandeel. Dus juist. Ja, een leuk moment dacht ik weer om in te stappen, om mijn basis eigenlijk van brede spreiding weer wat uit te breiden. En vervolgens heb ik ook nog Microsoft bijgekocht. Dat heb ik dan bij Itoro gedaan. Uh, dat was ook op 11 mei. Uh, drie stuks. Uh, daarmee heb ik mijn positie verdubbeld naar zes aandelen. De nieuwe aankoopprijs is 244,49 dollar. En 49 cent. De nieuwe gemiddelde aankoopprijs komt daarmee op 227,31 dollar. En 31 cent. Waarbij je nu dus een waarde heeft van 1460 dollar. Een aandeel dat ik hier dus al had sinds december. Een aandeel dat ik ook in mijn andere portfolio heb, waar ik maandelijks 250 euro in leg. En wat ik ook deel op, deze, op dit kanaal. Ook Aanstaande week komt er weer een nieuwe aankoop. Dus uh, als je nog niet geabonneerd bent, doe dat zeker. Dan kun je toch telkens kijken met welk aandeel kies ik. Waarom kies ik dat aandeel? En hoe ontwikkelt dat portfolio met een met een normaal bedrag, met een 250 euro in de maand inleg. Dat, ja, veel beter aansluit bij jou, bij mijn doelgroep. En ook hiervoor geldt Microsoft, heb ik al vaker benoemd de laatste tijd. Juist, um, heel veel techbedrijven, ja, was heel veel hype. Ik wil nu al weer naar de techbedrijven die al winst maken. Apple, Microsoft dus bijvoorbeeld. Nou, Microsoft heb ik zelf berekend dat het koersdoel daar een beetje richting de 300 dollar ligt. Dus nog steeds onder mijn koersdoel later dit jaar. Dus ik kan nog steeds rendement maken. En ik vond het dus interessant om tegen ook hier wederom lagere koersen weer wat bij te kopen. Maar ik heb dus nog niet al het geld van de verkoop van Basic Fit uh, weer opnieuw ingelegd. Ik heb nog wat staan. Nou, mogelijk ga ik de komende dagen dus kijken of ik Basic Fit weer goedkoper in kan kopen. Heb ik toch in ieder geval een paar honderd euro verdiend op die transactie. Uh, maar ik zit ook te denken om misschien nog losse aandelen te kopen. Of als ik dat doe. Um, dat ik dan tegelijkertijd weer daarom wat inleg in een ETF. Ook dat is een beetje afhankelijk van de ontwikkelingen de komende dagen. En dat is dus mijn visie een beetje op wat. Ja, op de dip is hij nu al een beetje voorbij. Het lijkt er wel op. Ik hoop het ook wel. Maar we zijn nog lang niet natuurlijk bij heel veel aandelen zoals we in februari stonden. Toen stonden we vaak bij heel op het hoogtepunt. Heeft dat denk ik ook wel mee te maken dat de mensen die toen in aandelen belegden, nu heel veel geld misschien wel in crypto hebben zitten. Dus daar zijn grotere rendementen te halen, denken ze dan. Ja, er is ook wel meer risico ook. Dus uh, daar hebben we nu als aandeelhouders nog steeds last van, denk ik wel. Maar op de lange termijn geloof ik daar wel in. Zeker op de korte termijn zie ik wel weer dat we wat groene dagen gaan krijgen, ook juist bij dit soort aandelen. Uh, dus ja, daarom heb ik juist die transacties gedaan. Ik heb in ieder geval... Willen profiteren van de dip. Ik weet niet of het is gelukt. Dat zien we de komende tijd wel. Maar ik ben ook weer erg benieuwd of jij dat nog hebt gedaan. Heb je geprofiteerd? Heb je aandelen gekocht? Verkocht de laatste tijd? En zo ja, welke aandelen zijn dat en waarom heb je die aandelen gekocht? Laat dat weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video en wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Wil ik jou nogmaals bedanken voor het kijken. Een fijn weekend en tot de volgende video.